Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Whatever Atelier. Deze aflevering kijken jullie met mij mee. Vandaag ga ik schilderen en dat doe ik met acrylverf. Het doek heb ik al een achtergrond gegeven. Ik ben van plan om een portret te gaan maken. En laten we maar beginnen. Ik heb dus allemaal verf en ik heb een keer al een schets gemaakt. Dat heb ik met aquarel gemaakt en die wilde ik graag nog een keer groter uitwerken. Dus dat ga ik nu doen. Ik moet zeggen dat ik niet erg vaak zo groot schilder als dit. Ik ben vooral dit jaar ook meer bezig met fotografie en met film. Als je het leuk vindt om te zien waar ik mee bezig ben op school, zal ik wel even het linkje van mijn blog in de beschrijving zetten. Ik heb trouwens ook nog wel een leuke museumtip voor de liefhebber. Ik ben gisteren namelijk naar het Rijksmuseum geweest en daar heb je nu twee nieuwe tentoonstellingen. En eentje gaat over mode, heet volgens mij van de catwalk in het Rijksmuseum en is heel erg tof. Ik denk dat het ook best wel een toegankelijke tentoonstelling is, maar het gaat dus over kleren en kleding door de jaren heen. En ze hebben ook echt een soort catwalk met mannequins en het is echt heel tof werk, dus zeker een aanrader. En ook hebben ze een tentoonstelling over Breitner en dat is een schilder en daar hebben ze heel veel schilderijen van meisjes in kimono's en dan zie je ook de foto's die hij eerst maakte en daarna de schetsen en daarna de uiteindelijke werken die daaruit voort zijn gekomen. Dat is ook erg leuk om te zien. Dan zie je ook heel erg dus het proces van hoe hij schildert en hoe zijn werk tot stand is gekomen. Dus zeker een aanrader om te doen. Volgens mij zijn ze nog iets van tot mei of zo te bezichtigen.
Dan laat ik het nu bij hier en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Heb jij zelf nou een vraag? Kun je dat sturen naar onderstaand e-mailadres. Ook vinden we het heel erg leuk om te zien wat jij nou zelf misschien wel maakt. Stuur dat dan ook naar het e-mailadres. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer!